Schil de appels en snijd ze in blokjes. Doe de blokjes appel in een pannetje en verwarm deze. Voeg het water, kaneel en citroensap toe en meng door elkaar. Doe de deksel op de pan en laat 10 minuutjes zachtjes koken. Pureer de laatste stukjes met een stamper of vork fijn. Doe de appelmoes in een potje en laat verder afkoelen.